We hebben er nu 32. En is dat veel? Ja, dat is veel. We hebben eigenlijk opvangcapaciteit van ongeveer 25. En we kunnen wel tot 30 kunnen we nog wel kwijt. Maar we hebben eigenlijk de opvangcapaciteit is 25, omdat we dan de beste verzorging en kunnen geven. En we werken met vrijwilligers. Dus ja, dan moeten we ook mensen hebben die ze kunnen eten geven en verzorgen. In de vroege zomer spoelen vooral puppy's aan die hun moeder zijn kwijtgeraakt. En nu zijn het vooral dieren die ziek zijn, bijvoorbeeld door longwormen. Dat zijn de dieren die als mensen ze benaderen niet wegvluchten. We verzoeken wel aan de mensen om ze niet te dicht te benaderen. Honden aan de lijn te houden, ze vooral niet aan te raken. En ze ook niet terug te duwen naar zee. Maar om gewoon het noodnummer te gaan bellen. 100 kilo haring gaat er per dag doorheen. Want naast medische zorg is veel eten het beste recept om weer aan te sterken. De dieren spoelen overal langs de kust aan, maar vooral tussen het Westland en Noordwijk. Wij zeggen gewoon, je moet die dieren niet aanraken. Want je weet nooit wat voor bacteriën ze bij zich hebben. En het zijn wilde dieren, dus ze kunnen ook gewoon bijten. Ze zijn eigenlijk een stuk minder schattig dan ze eruit zien. Ja, ze zien er heel schattig uit. Maar het is het grootste roofdier van Nederland. En de mens is eigenlijk hun grootste vijand. Dus als ze zich in het nauw gedreven voelen, dan zullen ze van zich afbijten. En met hun flippers, met scherpe nagels, zullen ze zich verdedigen. Niet elke zeehond op het strand is trouwens ziek. Bij Wassenaar wordt regelmatig een oud mannetjesdier gezien dat gewoon lekker ligt uit te rusten.